Oui, uitvoetballend met Kagé. Sidi B nu. Anliep. Sidi B knijpt naar binnen. En trappen maar. En Gillekes met een parade. De licentiecommissie wil dus Mouskroe nog een kans geven om zich te verdedigen. Vooraleer de officiële licenties verdeeld worden op uiterlijk 13 april. Dit terwijl Chevalier gaat scoren. Voilà. Staat weliswaar buitenspel over Mouskroe. Want het had heel tekenend geweest over het seizoen. En nog een keertje. Een vrije trap. Demo krult hem. In de voeten van Chevalier. Controle niet perfect, maar wel een hele goede bal op Carcilla. Die legt hem nog een keertje opzij. Bijna tot bij Taravel. Cagé. Meenemen. Nog steeds Hervé Cagé. En Gillekes met de vingertoppen ertegen. Nog een keertje. Anwijk sturen. En deze keer is hij door. Suleiman An. Trappen maar. Oh, wat een goal. Schitterend doelpunt van Suleiman An. Wat een goal. Schitterend gedaan van de spits van Virto. En na 54 minuten voetballen scoort hij zijn 8e doelpunt van het seizoen. Eén keertje. Massangu met de bal. En dan Anjouli en Taravel en Duplus die erachteraan moeten gaan. Anjouli die probeert nog wel om Suleiman An het moeilijk te maken in zijn schot naar het doel. Maar Nick Gillekens is dan toch geklopt. Bourdougs openen naar Mohamed. Met ongeveer 3-4 mensen in de box. Daar komt de bal. Nohere Koppelaar tegen de lat. Ja, daarvoor is hij natuurlijk op het veld gebracht. Hè. Harlem Nohere. Nohere staat daar ook moederziel alleen. Anthony Sadin die stond aan de grond genageld. Nog eens terug proberen controleren. Alag nu nog met een trap. En die kan nog eens steeds doorgaan. Ayoub Alag gaat die trappen of niet? Het is de save van Gillekes. Die bal blijft hangen. Hier is nog Hervé Cagé. Die trapt hem nog in de draai. Maar tegen Taravel. En Suleiman Andy is nog steeds rustig aan het rechtkrabbelen. Misschien wel de scherpste man op het veld vandaag. Matonga Simonini. Hier is Alag nu na slecht uitvoetballen van Mohamed. En Mouskroe beginnen ze toch lichtjes te prutsen. Hij gaat aan het afstraffen. Nee, want hier is de save van Gillekens. De save van Gillekens. Hij heeft punten gepakt door voor zijn ploeg dit jaar. En ongetwijfeld moet hij toch een transfer kunnen forceren. En opletten, want hier is Suleiman aan opnieuw. En Cagé tikt hem binnen. Het staat 2-0. De vlag blijft beneden. En Virto gaat er echt wel nog een hele leuke wedstrijd van maken. Ook al is het doek voor hen gevallen in de 1B Pro League. Ook al gaan ze dus degraderen naar de derde afdeling in ons land. Naar eerste amateur. Royal Excel Mouskroe. Goeie bal op An. Een doelpunt en een assist erbij voor hem. Want Hervé Cagé prikt de bal dus binnen. 2-0 Virto. En met volgende week dus nog één thuiswedstrijd gaan ze echt wel nog het beste van. Nee. De aanvoer richting Noiré is helemaal afgesloten. En het voordeel nu gegeven door Simonini. Met Mujangibia. Doué blijven liggen. Doué blijven liggen. Ja, dat voordeel dat verdwijnt dan natuurlijk. En Bourdougs die krijgt daar een tweede gele kaart voor. En dat is een rode. Dat is een rode kaart voor Bourdougs. Bourdougs. Voor deze fase krijgt hij een. De eerste zone. Oh. En dat is voor de tweede keer een deviatie van een eigen speler. Deze keer is driemaal scheepsrecht dan. Zo wordt ons hier meegegeven. En dan zit de voorlaatste wedstrijd van speeldag 26 in de 1B Pro League erop. En bijna had dat nog een Mouskroens doelpunt kunnen inluiden. Hij die save daar op de trap van Timon. Doué nu. En naar binnen geknepen. Meegeven met Mujangibia. En 3-0. Nee. Nog één aanval.
En dan zit het er helemaal op Suleiman. Andy gaat nog eens uithalen met links. Die gaat over het doel. En dat betekent meteen ook het einde.